Goedemorgen, dit weekend gaan we dan eindelijk weer racen. In het warme België is al de 14e race van het seizoen afgewerkt geworden. En het lijkt erop dat een paar coureurs wat gridstraffen gaan pakken, waaronder Max Verstappen. Ja, volgens de Telegraaf gaan Charles Leclerc en Verstappen komend weekend hoogstwaarschijnlijk van motor wisselen, wat voor Verstappen de vierde keer zou zijn. Niet uit nood, maar om een buffer op te bouwen voor de rest van het seizoen. Verstappen kan gedurende het seizoen nog gewoon gebruik maken van zijn overige drie motoren, totdat ze niet meer bruikbaar zijn natuurlijk. Ook voor Leclerc zou een motorwissel een gridstraf betekenen. En het is nu echt officieel. Audi zal in 2026 deel gaan nemen aan de Formule 1. De bevestiging volgt nadat de motorreglementen van 2026 al werden afgerond en goedgekeurd door de FIA. Stefano Domenicali, de CEO van de Formule 1, is blij met de komst van Audi en zegt dat dit een belangrijk moment is voor de sport. En dat het ook een grote erkenning is dat de overstap naar duurzaam aangedreven hybride motoren in 2026 een toekomstige oplossing is voor de autosector. Nou, de eerste motoren van de Audi zijn al getest en ze krijgen 3 jaar de tijd om die motor te gaan fine-tunen. Want vanaf 2026 gaat Audi dus deelnemen als motorfabrikant, maar komt dus niet met een eigen team. Ze zullen dus als motorfabrikant gaan samenwerken met een ander team. Welk team dat gaat worden, dat krijgen we pas te horen aan het einde van dit jaar. Fernando Alonso heeft toegegeven dat hij toch best wel geïrriteerd is door een aantal complottheorieën die zijn ontstaan nadat hij had aangekondigd zijn overstap te maken van Alpine naar Aston Martin. Ja, de overstap van Alonso en het hele gebeuren met Piastri leidde namelijk tot geruchten en theorieën. Ja, dat er een samenzwering zou zijn geweest tussen de manager van Piastri, Mark Webber, en Alonso zijn manager, Flavio Briatore. Ik las dat ook tijdens de eerste dagen na het nieuws en eerlijk gezegd was het behoorlijk triest en vervelend om die theorieën te lezen. Ik heb deze beslissing genomen en ik heb uitgelegd waarom. Maandenlang was ik aan het praten met het team over een verlenging van het contract, maar er gebeurde niets. Aston Martin belde me vervolgens nadat Sebastian Vettel met pensioen was gegaan. Ja, het was een zeer duidelijke en gemakkelijke beslissing van mijn kant. Wat er daarna gebeurde en wat er met Oscar gebeurt, dat is totaal niet mijn probleem. Oscar is een ongelooflijk talent voor elk team en ik werk nu 2 jaar met hem samen en ik wens hem het beste. Hetzelfde geldt voor Alpine. Aldus Fernando Alonso. Was hem dan het GP-fans nieuws van de vrijdagochtend. Niks missen van het allerlaatste Formule 1 nieuws. Ja, vergeet je dan niet te abonneren op dit kanaal. Dan zie ik je vanmiddag weer. Tot dan. Hoi.